De noodverordening heb ik ingesteld op advies van de politie. Het is een soort zeg maar extra zekerheid voor het geval dat het nodig zou zijn. En niet meer dan dat. Eén argument is dat wij vorige week hier een klein relletje hebben gehad. Dat willen we liever niet nog een keer. En ten tweede, de politie heeft kennelijk enige indicatie dat er mogelijk mensen van buiten Steenbergen zullen komen. En dat hebben we ook liever niet. Ja, ik hoorde rondzingen, zult u ook vast gehoord hebben, Feyenoord-supporters, hè? Ja, daar hebben we het dan eventueel over. En ja, ik denk dat gezien de aard van de avond die we gaan houden, zij daar toch niet echt een bijdrage aan zullen hebben. Dus die zullen we vragen terug te gaan. En zijn noodverordening geeft de politie extra instrument om dat met kracht bij te zetten. Ja, ja. Nou is er een actiegroep, AZC Alert, die willen hier vanavond toch gaan, een tocht gaan houden. Kan dat doorgaan onder deze omstandigheden? Ja, die gaat door, die optocht. Ik heb geen enkele reden om dat niet te willen. Om 7:00 zullen wij de tocht naar het Kromwiel inzetten. En de bedoeling is gewoon dat het gewoon zo gemoedelijk mogelijk gaat. Dus en verder hopelijk zonder incidenten.